sound, show goes wild. Coming in the mic. Yes, 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 yes. Hi. Goedenavond. Ik wil een speciale big up voor al onze inheemse broeders vandaag. Want het is binnenkort de dag der inheemse. Applausje. Zo. Dan mijn broer, dan ook. Oké. Ik ben bij de afgelopen verkiezing was ik een beetje moe van dat NDP en VHP en ABOP gedoe. Dus dacht ik ga naar een massameeting van de APS, de Amazone Partij Suriname, een partij voor de Indi. Dus ik kom daar aan bij die massameeting van die partij APS en dan staan het was niks. Ik zat daar maar te zitten, iedereen zat stil, niemand doet wat. Totdat de voorzitter op het podium kwam. En de man dat kwam echt helemaal zelfverzekerd op het podium. Dames en heren, goedenavond. Als wij van de APS komen, wordt zondag een nationale vrije dag. Yeah! Effie, als je die Indianen zag, iedereen. Amantak heet het. Dat was in je band begin play. Eromete, suma, heya, heya. Ja, ja, zonde, otro, en vrede. Dus ik dacht bij mezelf, van wat gebeurt er? Dus mijn hersencellen, die stuurden een bericht naar mijn benen. Van Sancho, ga naar de poort. Je moet weg van hier. Dus ik ging weg. En bij de poort zag ik Maku. Mijn Indiaanse brand. Jere Maguno, tamu ye, awok makiata na ke bouta gimi wanoni bebe. Tamu ye, awok makiata na ke bouta gimi wanoni bebe. En ik dacht bij mezelf, of ja, ik versta die taal, want mijn achterbed overgroot opa die had een Indiaanse buitenvrouw. Dus vandaar dat ik die taal versta. En dat betekent, ik wil niks meer weten van Boutersen, want hij zit al 5 jaar en hij heeft zondag nog nooit gemaakt tot de Nationale Vrije Dag. Dus wat ik doe, hè, wanneer ik een beetje in spanning ben, Timmy in de spang, ga ik naar de stad. Dan ga ik gewoon in de stad wandelen, dus dat heb ik ook gedaan. En ik dacht bij mezelf van, me in de spang, dus ik ga iemand anders nu vervelen. Dus ik loop in de stad. En ik zie een stagiaire staan. En ze is vandaag ook hier. Ze zit vlak daar achter. Kijk. Dus ik zeg tegen die stagiaire. Mevrouw, welke kleur onderbroek heeft u vandaag aan? Ze zegt, oh. Dat weet ik niet. Want ik ben al 2 dagen niet gebaat. Ik weet het niet. Dus ik ging weg. Ik denk, ik liep weg. Oké, ja. Bye. Ja. Ze zegt, is niet vriendelijk hoor. Wat je doet is niet vriendelijk. Ik zeg, jij bent niet milieuvriendelijk. Ja, dus ik liep verder. En ik dacht bij mezelf van, ik ga het koppelen aan een onderzoek. Ik ga deze vraag stellen aan een Surinaamse dame. Wat als ik deze vraag stel aan een Surinaamse dame? Dus me wakker in een foto, op zoek naar die Surinaamse dame. En ineens komt er een andere dame naar me toe en die zegt tegen me van, oh meneer, kunt u me even helpen met het inparkeren van mijn auto? En ik dacht bij mezelf van, totdat ik die auto zag, een Mercedes-Benz, bouwjaar 2015, nieuw. Dus me tikas roto, ik ben in die auto gestapt. En het eerste dat me opviel, is dat die dashboard vol was met knopjes. En van nature ben ik een beetje nieuwsgierig. Dus ik heb op een van die knopjes gedrukt. Piep. En toen hoorde ik een computerstemmetje. U kunt nu uw pif laten. En uit schrik pifte ik ook. Hey, wat gebeurt er? Hey, shit. Hey. En toen hoorde ik dat computerstemmetje weer. Uw pif stinkt. Niet te veel rotti eten. Ik dacht, wat voor auto is dit? Maar hey, contapatori voor de vrouw. Want ik heb weinig tijd. Hey. Dus uiteindelijk heb ik die auto ingeparkeerd. En die dame was zo blij dat ze me een gouden armband heeft gegeven met diamantjes. Een beetje mooi toch? Met diamantjes. Dus ik zeg tegen die dame van dankjewel voor die gouden armband. En vervolgens ging ik verder op zoek naar die Surinaamse dame. Naar die mooie Surinaamse Dogla dame. En ik loop. En precies na 1 minuut zie ik die dame op me afkomen.
En ik vraag aan haar, zou ik je wat mogen vragen? Nee, je mag me niks vragen. Ik werk bij Kippelaan, ik heb al een kind. Je moet me niks vragen. Je moet me niks vragen. Ik zeg, ik wilde je alleen maar deze gouden armband geven. Oh! Mijn Facebook is Angel Sweet 2088. Hey. En toen dacht ik van, en toen zei ze tegen me van, maar zou je me nog iets anders willen vragen? Huh? Ik zeg ja, ik zou willen weten welke kleur onderbroek je vandaag aan hebt. Ik heb een Mickey Mouse jockey aan. Hey, mijn naam is Sancho Kosar, meer bekend als Lolo. VHM Comedy Clown, yes. Yeah.